staan dan met mijn moeder. Want zij, daar heb je ook nog heel leuke meubels. Dus ga even daarheen. Maar ik ga jullie wat laten zien. Dit is echt heel heftig. Dus ik wilde mijn telefoon in mijn tas pakken. En mijn telefoon is al stuk. Maar kijk dit. Ah. En waar is die andere stukje? Oh, zit in de auto. Dit kan toch niet? Wat kan dat? Met mij kan alles. Oh my god. Dit is echt heel heftig. Mijn moeder, met jou kan echt alles. Toch, man? Ja. Yeah. Met mij gaat echt alles verkeerd. Maar hij is gewoon helemaal kapot. En doet vet veel. Ja. Oh, mijn telefoon. Dat is echt heel erg. Al mijn telefoons gaan altijd kapot. Ik weet niet, ik kan er echt niet mee omgaan. Nee, je moet er hoesje op gebruiken. Ja, ja, nou ja. Dus. Laat het niet. Nee, we gaan nu even naar de meubelzaak. We gaan even kijken of ik wat leuks kan vinden. Nou, ik heb hier echt totaal geen zin in, maar goed. Wij gaan dus even naar de winkel en dan gaan we even kijken. I like this. Echt heel apart. Ik vind hem echt wat hebben. Superleuk vind ik hem zelfs. Maar ik heb wel echt wel zo'n mooie dingen. Ik ben er echt één keer in geweest. Maar I like it. Hallo allemaal. Welkom op ons kanaal. Welkom. Hey, welkom. Wij zitten in de auto. We gaan even mijn zus ophalen. En nadat wij mijn zus hebben opgehaald, gaan wij naar de meubelzaak vandaag. Want we gaan onze meubels kopen, accorderen. Kopen. Wat zeg je? Moeten aanbetalen. Ja, want het levertijd duurt 12 weken. Dus we zijn eigenlijk al vanuit welke banken we willen en welke salontafel we willen. We hebben alleen nog geen eettafel in gedachten en geen bed. Want we willen als eerst eigenlijk alle basis hebben in het huis. Zodat we, als we erin gaan, dat het wel woonbaar en leefbaar is. Volgens mij heb ik het al gezegd, maar we gaan nu eerst mijn zus even ophalen, want die komt ook mee. Niks. Kijk wat mijn moeder doet. Kijk, doe van. Wij gaan daarna nog even een bestekset kopen. We gaan even een bestekset kopen. Die is ook in Rotterdam, want ik heb echt een hele mooie gezien. Ja, oh ja, we gaan toe van zijn pak ophalen in de avond. En we gaan nog naar een bed kijken, want die hebben we ook in Rotterdam gezien. Echt alles is in Rotterdam qua woonmeubels. Woonmeubels, dus alles daar in Rotterdam. Je gezicht is wel wit, hè? Ja, heel wit. Maar ik ben sowieso wel wit, maar dit is niet hoe ik normaal echt zo wit ben. Maar we gaan dus... Oh, ik ben echt zo moe. Wat doe jij? Dat ging per ongeluk. Dat is echt warm, man. Wat is dit? Wij gaan dus nu naar Rotterdam toe. Toch? Ja, shit. Ik herhaal echt dingen te vaak ziek in mijn vlog. Omdat ik niet weet waar ik het over had. En omdat ik niet zelf dag vlog, herhaal ik dingen echt heel erg. Maar mijn hoofd is echt niet normaal wit. Oké, ik moet hem echt zo houden. Dus, nou, jullie gaan even zien wat we allemaal gaan doen. We laten toch even wel zien, denk ik, wat voor banken we hebben, toch? Mm-hmm. Ja, we gaan hem wel laten zien. Super spannend. Het is toch wel even weer een dingetje om te doen. Ja, je gaat iets aankopen voor je huis. Nog steeds kan je het niet echt geloven, maar it's for real. Ik lach weer uit omdat ik Engels heb gepraat. Je kan het goed live gaan. Heel mooi. Goed zo. En mijn zoden zei dat. Ja. Daar gaat hij dan. Dit is een andere trein. Loco locomotie. Loco locomotie. Loco locomotie. Dit is een andere trein. Loco locomotie. Oh mensen, wij hebben onze bank uitgekozen. Zoals de vorige vlog hebben jullie kunnen zien waar wij zijn geweest. Maar we hadden nog geen naam bij gezet. En wij zijn in Atlas Meubelen in Capelle aan de IJssel. Ik laat even zien wat voor bank wij hebben uitgekozen. En ja. Misschien nadoen daar. Nee, nou en dan mogen ze me nadoen, maar dan weet ik dat ik het als eerst had. Ik laat een beetje zien wat ze ook hebben. Het is echt een hele mooie plek. Heb je met deze erbij genomen? Nee, maar het is ook echt een hele mooie plek. En je zal denken dat het allemaal echt super duur is, omdat het zo heel mooi ingericht is. Maar het valt allemaal reuze mee qua prijs.
Heb je deze genomen? Nee, helemaal niet. Ze helpen je echt heel erg goed met service. En als je ideeën hebt of als je wat wilt weten, dat, daar doen ze gewoon echt heel veel mee. Hé, die glijdt ik iets. Ik ga even laten zien. Goedemorgen allemaal weer. Het is vandaag vrijdag en wij zijn weer samen gezellig. Gisteren zijn wij dus naar Rotterdam gegaan en hebben we onze banken besteld en onze salontafel. Maar nu missen we nog een eettafel en we missen een bed. En we missen een... Die twee dingen zijn de meest belangrijke dingen voornamelijk nu op het moment voor ons. Want we willen gewoon als we erin zijn dat het eventjes bewoonbaar is. Sowieso als je erin bent, op een gegeven moment, weet je wel, dan komt alles er wel weer bij. Maar we denken, we doen alles gewoon lekker stap voor stap. Wat wij vandaag gaan doen, oh nee, wacht, daar was ik nog even aan het vertellen. Gisteren waren we dus in Rotterdam, we waren echt back en back off. Dus we hebben helemaal niet meer gefilmd. Want we moesten van hier, van het en her. Van het en her. Nee. Joh, van het en her. Proberen we iets heel moeilijks te vertellen, maar dat ging niet. Laat maar. We hebben gisteren een bestekset gekocht. Die laat ik nog even zien thuis, als ik thuis ben. Want ik was die ook vergeten om te laten zien. En die is zo mooi. En we hebben echt voor een mooi prijsje gekocht. Voor alle mensen die ook een bestekset nog moeten kopen. Echt, het is echt top. We moeten nog veel dingen kopen eigenlijk. We moeten nog een tv hebben. Ja, we moeten nog een dressoir. Weet je waar de tv op komt? Misschien hangen we de tv tegen de muur. Je weet maar nooit. Wasmachine. Kast. Toch? Oh ja, we hebben ook een kledingkast nodig. Ja, ja. Want, ik weet niet hoe ik het anders ga doen. Ik heb hieronder een link. GoFundMe. Kunnen jullie allemaal 1 euro storten. Weet je, kunnen jullie ons een beetje helpen. Help de jongens die een huis gaan inrichten. Ja, nee, maar ik zal er wel bij vertellen dat het is echt serieus. Een huis is zo duur. Dan denk je dat de bruiloft heel duur is. Maar de huis is nog duurder. Ik zou maar echt goed gaan sparen. Of je moet gewoon een goede achtergrond hebben. Weet je wat het vroeger was? Zijn moeder had, mijn moeder heeft ons nooit echt aangeleerd om echt te sparen. Tenminste, het was nooit een pre om te sparen. Tenminste, zei het wel. Maar ja, we deden het niet. Het was prima. Je mist zoveel in je leven daardoor gewoon. Omdat je niet hebt gespaard de tijd. Echt, vind het niet onnodig. Ga alsjeblieft sparen. Echt de grootste tip die ik mee kan geven. En waar ik sowieso echt heel erg in geloof is dat ze... Nee, wij gaan nu trouwen, alhamdulillah. Allah helpt ons zo goed. Zo goed. Dat is niet normaal. We krijgen van alle kanten iets. Opeens krijg je geld van plek waar je denkt van... Dat had ik nooit gedacht. Je wordt zo geholpen in de situatie waar je nu in zit. Dus als je gaat trouwen, ga er gewoon voor. En niet denken van... Oké, en het gaat me niet lukken. Gewoon doen. Gewoon niet nadenken. Gewoon echt doen. Want die wordt zo goed geholpen. Maar goed, dat even terzijde. Emotionele gesprekken. Ja. Wij gaan nu de toe van... We gaan je nu laat iedereen depressief worden die nog niet eens getrouwd is. Of die gewoon gaat trouwen binnenkort. Van, hoe ga ik het doen? Trouw kost geld. Scheiden is gratis. Dus jongen. Hé! Hey. Maar wij gaan nu naar Noord. Ga ik daarna bij de winkel kijken. Vandaar gaan we naar Zara Home. Want ik heb... marmeren zeepompje gekocht. Mij is kapot. Dus die gaan we even terugbrengen. Hoi. En we gaan nog even het pak van Toevan ophalen. We willen ook nog even naar Hugo Boss en de OG. Want we willen daar even naar Velvet blazer kijken of we daar misschien kunnen vinden voor hem, voor de bruiloft. Dus dat staat allemaal op de planning en we nemen jullie gewoon gezellig weer eens mee. Ik ga even laten zien wat er kapot is. Wacht even. Wij hebben dus... Oh, deze is vastgehad. Ik geef die onder kunnen maken. Wij hebben dus... Even wachten. Oké, die camera even vasthouden. Oké.
Oké, wij hebben dus deze gekocht. En hij is dus kapot. Maar kijk, er zitten gewoon hier twee gaten in. En ik weet dat bij marmer wel normaal is, maar dit is heel heftig. En hij is van hier. Toen was dat, al gezien. Waar was van de hoek. Hier, kijk, van de hoek is hier gewoon afgebroken. Dat vind ik echt doodzonde hoor. Ja, dan hebben we deze pomp en dan druk je het op het en dan komt die zeep eruit. Nee, maar deze had een plasticje eromheen. Nee, schat. Oké. Okay. We hebben al wel grijze broek aan. You see? You get me, fam. Hey. Ja? Ben je klaar? Ja, ik moet... ja. En die nog? Eén tasje. En pak me wel. En deze zeep ding zonder. Dat is een beetje terug. Yes. Om maar mee te shine. Ik denk dat ze van AliExpress moeten. Ja, kan. Zo, we zijn bij twee plekken nu geweest. We hebben bij Zara Home even onze spullen teruggebracht. De velvetjes die we voor hem zoeken, die kunnen we niet vinden. Nou, je hebt er nog maar één en die is van Hugo Boss. Ja. En die zou dan... Maar hij is een maatje 46 en ik heb... Dan moet hij ingenomen worden. Ja, bij OG waren we geweest en daar... Nou, dat gaan we nooit meer. Nee, dat doe ik echt niet meer. Die mensen denken echt serieus, gewoon. Nou, ik weet niet hoor, maar hij dacht volgens mij dat wij maar een grapje maakten en dat we niks zouden kopen of zo. Dus dat was echt zo jammer hoe ze deden. Mijn ervaring was er niet echt helemaal oké mee. En de hoogte. Maar goed, ik denk dat uiteindelijk die van Hugo Boss gaat worden als ze het echt niet meer kunnen vinden. Laten we het is niet anders, maar we gaan nu even wel echt zo'n pak ophalen voor de henna. En dan, wat moesten wij nog doen? We moesten nog wat doen, toch? Lindas. Oh ja, alleen dat staat nog even op de planning wat we gaan doen. Verder kijken. En verder zoeken, inderdaad. Dus, nou, we gaan het nog even zien, denk ik, wat we nog daarna gaan doen. We zijn bij Schoetsplein aangekomen, maar kijk dit. Deze chick krijgt gewoon de fucking schoenen niet aan, hè. Ik krijg hem gewoon niet aan. Ik krijg zoveel stress. Ze wil gewoon, ze is zo lui om die veters niet los te halen. Oh my god, ik kreeg echt heel veel paniek in mijn hoofd. Ik kreeg hem gewoon niet aan. Weet je dat we gewoon anderhalf uur in de auto zitten? Terwijl dit maar gewoon 30 minuten duurt. Oké, we gaan het try it again. Die achterkant wil er niet in zien. Wacht, schat. Oké, hij zit erin. Oh my god, this is live. We hebben gewoon een anderhalf uur in de auto gezeten. Nog steeds zit je want in de er auto. Is overal, overal wielen, overal. Oh my god. Smaak dan aan. Er is overal wielen, dus wij gaan even uitstappen even wat bepalen. Hij zit heel irritant te doen. We zitten weer in de auto. Vandaag is echt een autovlog. Want het is echt overal heel druk, dus... We laten niet echt altijd alles zien wat we aan het doen zijn en waar we aan het kijken zijn. Maar we hebben de pak van Toevan opgehaald. En hij hangt hier. Yes, eindelijk. We hebben hem laten vermaken. Eerste pak. En hij is echt heel goed gemaakt. Schoetsplein, dat is echt hier. Kijk, laat even zien. Als je op Schiphol, als je naar Schiphol gaat, dan heb je toch die hele grote brug. Voor de mensen die het kennen, de brugrestaurant. Daar beneden heb je Schoetsplein. Soetsupli, dat staat er. Soetsupli toch? Ja, zo spreek ik het altijd. Helemaal niet. Soetsupli neem ja. Dus wij gaan denk ik even naar de IKEA om te kijken of we daar wat kunnen vinden qua... Weet ik niet. Maar dan weet ik niet anders wat we dan nog verder moeten doen. Maar we gaan denk ik naar de IKEA, toch? Ja. Of wil je naar de Horenbach? Weet ik niet. Maar het is 5 uur. Horenbach sluit 6 uur. Oh. En de IKEA niet. De IKEA is tot 9 uur open. Dus we moeten sowieso naar de IKEA. We hebben helaas niet echt een bed gevonden. Ja, we hebben wel één bed gevonden die we wel mooi vonden. Maar ik weet niet, Toevan vindt hem niet zo mooi. Dus we moeten verder gaan kijken. Ja, maar niet zo mooi. Ik vond hem wel heel mooi, maar ja. We gaan even verder kijken. Oh, ik ben uit huis. We gaan nu naar de auto toe. Want mijn vriendin die staat beneden op mij te wachten. We gaan vandaag iftar houden bij mijn vriendin. Tenminste, ik heb bij mijn twee beste vriendinnen. We zijn met mijn twee beste vriendinnen, BFF for life. Nee, maar één staat beneden even op mij te wachten, want ze gaat me ophalen. We moeten toch even naar de Albert Heijn. Oh, ze vroegen daar al samen. Oh my god. Dit is zo dom. Geef niet. Ik haal daar als op mijn Albert Heijn voor haar. We moeten toch naar de Albert Heijn. En dan gaan we haar koken. Gaan we samen eten. Dus we gaan het heel gezellig houden. Ik laat je wel even zien wat we gaan maken. Ik ben al bij als we die trap afgaan. Ja, het is staat. Nou. Ik wil zo nog even zien wat we gaan doen. Wij zijn in de Albert Heijn en ik had dus net watermeloen, maar dat zet echt niet uit. Dus we hebben nu zo'n half genomen. Die betaalt 2 euro.
25 voor. En dan hoop ik dat het wel lekker smaakt. Want normaal haal je echt een hele voor 5 euro of zo. Dus wij hebben echt een kwart voor 2,25. En we hebben... Ik weet niet of je het kunt zien. Ananas. Ze hebben deze nieuw gedaan. We gaan nu even nog wat lekkers halen. En ik moet dit halen. Even kijken. Waar ligt het? Even kijken of jullie dat kennen, want we gaan nasi eten. Wacht, ik kan niet in de schappen zien. Waar ligt dat? Moet even achter kijken. Wij zitten in de auto, we hebben even fruit gekocht en Red Bull. En we hebben dit gekocht, kijk. Ik weet niet, kennen jullie dit? Ik had hier zoveel zin in. En vroeger, ik weet niet van waar we het kochten, maar ik vroeg het ook al aan Dylan. Ik zei, waar kochten we het ook maar? Maar ik weet het niet meer. Maar toen had je een andere merk hiervan. Niet deze, maar je had een andere en... Van Hertog en zo heb je hem niet meer. Dus je hebt alleen maar deze. En heel toevallig heb je hier gewoon geen gelatine in. Dat wist ik helemaal niet. Dus de cashier die zei ook al. Daar is geen gelatine in. Want die koopt echt iedereen. Dat lezen ze ook. Maar dat vind ik echt heel vet. Dat hier gewoon niks in zit. Als hij lekker is. Ik ben wel heel benieuwd of hij lekker is. En dat is gewoon van Albert Heijn eigen merk. En dan gaan we zo even proeven hoe die smaakt. En dan weten we of hij lekker is eigenlijk. Dan deel ik dat ook even met jullie. Dan weten jullie dat ook weer. Maar goed, wij gaan nu naar mijn vriendin toe. Want het is hoe laat? Het is bijna 8:30. En we zouden samen koken zochtend. We komen 8:30 aan koken. Dat komt door haar. Dat komt door jou. Maar nee, we zijn echt zouden. We zijn zogenaamd, we zijn wel eerder. Nou, uiteindelijk zijn we al zo 8:30 daar. Dus ik denk dat ze al heel veel heeft gemaakt. Toen dus ik denk dat we samen gaan koken. Wij gaan karazen. Dus nou, we zijn er zo. Ik laat jullie zo nog even zien wat we gaan doen. We zijn aangekomen en worden gelijk aan het werk gezet, jongens. Ik kan toch niet waar zijn. Grapje. Oh my god, ik zit er zo slecht uit. Nu pas besef ik dit. Het licht is ook niet. Oh my god, dit licht is echt heftig, hè? Het licht ligt aan mijn licht. Ik moet hier staan, maar ik kan niet. Nee. Maar mijn vriendin heeft dus echt zo lekker al gekookt. Dit is nog in de making. Yes, yes. En ik moet deze gaan snijden. Nou. En Dylan die gaat gewoon op de live rate zitten net zoals altijd. Die vindt het allemaal leuk als het gedaan wordt en nooit gaat doen. Dus ik ga die watermeloen snijden. Super lekker. Oké, ik ga even starten. We hebben echt een mooie eettafel, jongens. Kijk even hoe leuk en die lang kan opscheppen. Kun je dat goed, schat? Ja, kom maar. Ik wilde wel die hele pan, dus deze is voor jou, die pan voor mij. Oké. Dankjewel. Nou, schat. Dankjewel. Alsjeblieft. We gaan eten. Dank. Oh my god, zie je me goed? Ja. En wij gaan een hotel boeken, want wij gaan naar Parijs, jongens. Superleuk. We gaan 3 dagen weg. Het wordt een girls trip. Vorig jaar hebben we ook naar Antwerpen gedaan. Dat vonden we ook heel leuk. Dus dit jaar wilden we nog even 3 dagen weg voordat ik ga trouwen. Kijk, we hebben wel... Nee, dat hoef ik niet te zien. Er staan gegevens op. Maar we gaan dus naar... Oh, ik wilde zeggen Antwerpen. Nee, we gaan naar Parijs. Superleuk. Dus we gaan even boeken. Echt superleuk. En we liggen gewoon echt heel chill. Kijk, jongens. Hoe wij chillen gewoon hier. Lekker knus. Ja, echt. We zitten gewoon bijna op elkaar. En Jin is even aan het boek. En Dylan is hier met haar hoofd. We zitten zo gezellig warm hier. Lijkt wel een getrouwd cel met de drieën. Ja, man. Gezellig, man. Dus wij gaan even boeken. En dan gaan wij gewoon even een beetje dansen of zo. Nee, grapje. Kan gewoon. Ja, kan gewoon bij ons. Maar, ja, maar wij gaan dus nu boeken. En dan gaan we even kijken. Ik ga jullie het hotel later pas laten zien.